Handinstrumenten zijn belangrijk voor de parodontale therapie. Ze moeten goed geslepen zijn. Het handvat, de schacht en het werkblad, het werkzame deel. De schacht is de verbinding tussen het werkblad en het handvat. Hij kan in allerlei hoeken en contrahoeken zijn gebogen, afhankelijk van de plaats in de mond waar het instrument wordt gebruikt. De vorm van het werkblad bepaalt het sub- of supragingivaal gebruik. De scaler is het meest geschikte instrument voor het verwijderen van supragingivale plak en tandsteen. Het werkzame deel eindigt in een scherpe punt. De doorsnede is een gelijkzijdige driehoek. De scaler heeft twee snijvlakken en een bovenvlak. Beide snijkanten moeten worden geslepen. Alle hoeken zijn 60 graden. Met de curette reinig je het worteloppervlak. Het werkzame deel is lepelvormig. De doorsnede is een U-vorm. Het buitenvlak, blauw, is rond. De snijhoeken zijn 70 tot 80 graden. De Gracie-curette heeft maar één snijkant. Het binnenvlak vormt een hoek van 110 graden met de as van de schacht. De snijhoek is 70 tot 80 graden. Fixeer het instrument en beweeg de slijpsteen. De steen moet in nauw contact zijn met het hele buitenvlak. De stand mag niet veranderen, want anders verandert de vorm. Er gaat dan materiaal verloren en het instrument wordt niet scherp. Of de snijhoek wordt groter en het instrument past niet meer optimaal op het worteloppervlak. Voor het slijpen zijn nodig Arkansa-stenen, olie, een tissue voor het reinigen van de steen en een plastic staafje voor controle van de scherpte. Een bankschroef is handig, want het instrument kan in alle posities worden gefixeerd. Klem het vast aan het handvat, zo dicht mogelijk bij de schacht. Zorg dat het binnenvlak horizontaal ligt en het werkblad naar je toe. Zo kun je overal bij. Breng met olie de resterende metaaldeeltjes in suspensie en veeg ze weg. Nogmaals olie bevordert het slijpend vermogen en voorkomt dat de poriën met slijppartikels verstopt raken. Leg de steen onder een hoek van 90 graden tegen het binnenvlak van de curette en kantel tot 110 graden. Als de hoek goed is, zie je dat de olie bij de neerwaartse beweging door het bovenvlak opgestuwd wordt. Gaat de steen naar boven, dan verspreidt de olie zich weer. Bij de curette moet het werkblad rondgeslepen. Kantel de steen daarom naar ongeveer 45 graden. De andere kant net zo. De neerwaartse beweging moet krachtiger dan de opwaartse, om de vorming van braampjes te voorkomen. Hier ook weer het werkblad rondslijpen. Controleer de scherpte met het plastic staafje. Bij lichte druk moet het metaal snijden en een krulletje opleveren. Nu de specifiek gevormde Gracie-curette.
De binnenkant moet horizontaal liggen. Slijp nu de rode snijkant. Slijp alleen de convexe buitenbocht. Beweeg de steen van de schacht naar de punt van het werkzame deel. Weer een hoek van 110 graden. Zo blijft de contour van de curette intact. Ook hier het uiteinde afronden.